In practicum opdracht 1 gaan we de psa monitor die we bij programming hebben gebruikt, objectgeoriënteerd maken. Of in ieder geval bij deel 1 van deze opdracht gaan we een klein stukje daarvan object maken. Volgende week gaan we het hele um, programma objectgeoriënteerd maken. Nou, als je naar de opdracht kijkt, ben ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in dit stukje hier, de UML van de klas vak. We gaan dus een klas maken en van die klas gaan we objecten maken. Dat is het idee. Want wat bleek nou? Je hebt dus een klas, dat is eigenlijk een bouwtekening van je object. Dus je kan hier een ontwerp maken, een klas, die gaan we zo maken. En Java gaat voor jou een instance maken en creëert aan de hand van deze bouwtekening een object. En dat kan je onbeperkt herhalen. Dus je kan nog een object maken en nog een object. Dus je maakt maar één keer een ontwerp en Java die maakt daar verschillende objecten van. Nou, dat is wat we gaan doen. Uh, UML gebruiken we heel erg veel voor. Um, om duidelijk te maken wat je nou moet maken hoe zo'n klas er dan uitziet. Hier zie je zo'n u van het vak. Laten we het gewoon maar meteen gaan maken. En dan uh, gaandeweg komen we erachter wat alles moet doen. Nou, ik heb voor jullie al een uh, uh, programma aangemaakt. BSA Monitor 3. Die is helemaal leeg. Dit is wat je krijgt als je een startproject maakt. Hier staat de menen. Hier moeten we wat doen. Maar wat gaan we doen? We gaan dus niet zoals we gewend zijn, hier meteen iets maken. We gaan. Een object aanmaken en dat doen we dus door een class file te ontwerpen. Nou, die heet de vak, hè? En je ziet hier, dit is, je krijgt hier een apart file vak en de, die heeft dezelfde naam als de klasnaam. En uh, hier kunnen we beginnen. Nou, wat moeten we nou maken? Hier zie je attributes. Attributes, dat zijn eigenlijk variabelen die je wilt delen met al deze methodes die hierin staan. Dus al deze methodes kunnen zo direct data hier opslaan. En dan kan een andere methode die data weer gebruiken. Dus het is eigenlijk een soort gezamenlijke variabelen. Als ik die variabelen in de methode zou zetten, dan zouden andere methoden daar niet bij kunnen. Maar doordat je ze bovenaan zet, kunnen al deze methodes gebruik maken van deze data. Dit heet attributes. Laten we die gewoon maar even gaan maken. En je hebt een attribute van het type string, die heet naam. Dus hoe maakten we variabelen? String. Naam. Ik heb in de lessen heel veel gedaan dat ik hier automatisch public voor zet of private. Maar dat komt eigenlijk pas volgende week. Dit mag je weglaten. Als je het weglaat dan is het altijd public. Nou laten we het gewoon nog maar even weghalen. Als je verderop uh, in de cursus zit dan zal dit, voelt dit heel raar. Want je bent geneigd om hier iets voor te zetten. Maar dat hoeft officieel niet. Uh, er is een integer uh, die is uh, met punten en er was een uh, double met cijfer. Dus wat ik hier doe is boven in de klas heb ik dus drie variabelen gemaakt en die variabelen kan ik dan met elkaar uh, uh, die kunnen gegevens uitwisselen. Nou. Laten we, dus dat zijn deze, die, zie je, die herken je dus door het bovenstuk van de UML. Daarna komen er een aantal methodes. En eentje is heel bijzonder, dat is namelijk deze vak. Die heeft dezelfde naam als het hele klas en dat noemen we de constructor. En wat gebeurt er met de constructor? Op het moment dat ik van deze bouwtekening een object ga maken, dan wordt die constructor gerund. Dus bij het creëren, dus hier op dit moment, als je dus van de bouwtekening... In een instance gaat maken, dan gaat hij de constructor runnen. En dat is heel handig, want dan kan ik mee, dus als het, op het moment dat het object gecreëerd wordt, kan ik meteen dingen uh, regelen. Bijvoorbeeld vullen. Nou, hier zie je nieuwe naam en nieuwe punten. En het idee is dat bij het creëren van het object, die deze twee variabelen, dus de naam en de punten, gevuld worden met de data die ik hier meegeef. Dus dit wordt eigenlijk zo doorgelust naar hier. Nou, laten we dat maar even maken. Een constructor is altijd public. En er is nog iets raars. Ik heb jullie in de lessen uitgelegd dat hier altijd een return type komt. Dus je moet altijd opgeven wat er terugkomt. Maar bij een constructor is het de enige waar dat niet hoeft. Dus um, je ja, dus hoeven daar niks in te vullen. En ja, dat heet: uh, nieuwe naam en een integer. Dus ik maak een constructor aan, die heeft dus dezelfde naam. Er gaan twee dingen in. Nieuwe naam, nieuwe punten. En wat ga ik doen? Ik ga meteen die doorzetten naar deze. Dus ik ga zeggen, naam is. Dus wat ik hier gedaan heb, is ik heb hier. De punten met de nieuwe punten gevuld en de naam met de nieuwe naam. Dus ik heb hier eigenlijk een soort lusje gemaakt. Dus op het moment dat dit object gecreëerd wordt, wordt het die gevuld. Nou, heel makkelijk. Meer hoef ik niet te doen volgens mij. Nee. Dan krijg je hier een aantal uh, rare methodes of rare methodes. Hier staat allemaal get voor en set. Get, dit noemen we getters en setters. En wat gebeurt er? Een get gaat... Uh, informatie die hierin zit voor je ophalen en dat teruggeven. Dus ik, als ik deze methode ga runnen, dan krijg ik een getNaam terug als string. Dat is dus deze variabele. Dus hij geeft deze variabele terug en met punten doet hij datzelfde en met cijfers. En er is één andere die het zetcijfer en daarmee kan ik uh, deze cijfer vullen. Nou getNaam. Dus je krijgt hier allerlei methodes. getNaam Hier moet iets terugkomen, string. En nou, eigenlijk staat er als je het heel veel boeken leest, je altijd hier public staan. Hè? Maar als je niks zegt, is het altijd public. Dus hier heb ik een methode gemaakt. Hier komt uit een string en er gaat niets in. En hij gaat ook zeuren, want hij zegt nu tegen jou: Ja, je zegt dat hier een string terugkomt, maar er komt nog even niks terug. Want hoe stuur ik iets terug? Dat doe ik met het commando return: return naam. En die ga ik ook maken voor punten. Maar dan komt er natuurlijk een integer terug. En ik ga hem ook maken voor cijfers. Maar dan komt er een, een get-cijfer. Dus ik heb dus drie getters gemaakt. Dus die kan ik aanroepen. En die geven mij dus dingen terug. Namelijk deze drie dingen. Nou, dan was er ook nog een andere methode. Die zegt cijfer. Daarmee kan ik dus blijkbaar dit vullen. Dus ik kan met cijfer vullen. En dan gaat een nieuw cijfer in. Dat is een double, En dan komt niks terug. En als je dus niks terug krijgt, dan heet dus dat void. Dus dit betekent er komt niets terug. Je bent verplicht een return type op te geven. Dus als je niets return. moet je dus. Expliciet zeggen, er komt niets terug. Dat doe je met void. Maar er gaat wel wat in, namelijk een nieuw cijfer. Dus we maken een oh. uh, er gaat dus niks terug, dus er komt niks terug. Maar er gaat wel wat in. Namelijk een double. Nieuw cijfer. En wat gaan we daarmee doen? Dan gaan we dus zeggen, cijfer. Dit is dus deze cijfer. Is. Nieuw. Dus deze vult die. Oké, okay, hebben we ook gedaan. En dan is er nog één methode over en die staat gehaald, gehaalde punten. En die geeft terug een integer, namelijk het aantal punten. Die punten hebben we al bij het creëren van het object hier ingezet. Dus die hoeven we alleen maar terug te halen. Dus wat kwam er terug? Een integer. Maar de vraag is, of gehaalde punt is het. Um, als je dus een cijfer hebt van een 5,5 of hoger. Dan heb je dus je punten. En anders heb je nul punten. Dus dat moet, die afweging moet je hier natuurlijk wel maken. Dus aan de hand van het cijfer kunnen we bepalen hoeveel punten je hebt gehaald. Laten we die maar even zo noemen. Dus kijk, hij short hier hè, Want hij zegt, ja, ik verwacht het aantal punten. Maar als je zegt if. Hè, dit cijfer, hè? ...is groter of gelijk aan 5.5... ...of groter dan 5.4... ...dat kan natuurlijk ook. Dan heb ik het blijkbaar gehaald hè... ...en dan geef ik ter terug... ...return... ...de punten... ...dan heb ik er een voldoende... ...of als ik het niet gehaald heb... Dus wat ik hier doe, ik haal dus: heb je het punt gehaald? Ja of nee? Bij, als ik return gebruik, dan stopt meteen de methode. Dus deze if loop, die wordt meteen, of de afweging wordt meteen gestopt. Dit wordt allemaal niet gerund. Als ik hierachter nog allerlei tekst ga zetten of commando's, wordt niet gerund. Op het moment dat je return gebruikt, is meteen de hele methode afgelopen. Hij geeft het terug en hij stopt ermee. Dus alles wat na een return komt, wordt niet uitgevoerd. Uh, wat ik ook nog wel gezien heb, als je bijvoorbeeld geen else gebruikt, dan gaat die zeuren. Want je zegt er komt een integer terug, maar dit gaat dus niet altijd op. Dit gaat alleen maar op als je een voldoende hebt. Nou, dat is voor de computer onvoldoende. Je moet, het moet altijd iets terug kunnen geven. Nou, met een if else geef je dus altijd of dit terug of dit en dat is voldoende. Nou, nou hebben we de, eigenlijk de klas gemaakt. He, we hebben dit ontwerp hier helemaal uitgewerkt. Nu willen we graag dat ik er een object van maak dat ik dit ook ga doen. Nou, dan gaan we terug naar de main klasse en dan zeg ik ik moet dus hier dit in main wordt het enige stukje code wat gerund wordt zo direct als ik het programma ga starten. We gaan hier van dit object vak, vak gaan we een instance maken en dan gaan we dus een object creëren. Nou, laten we dat maar even doen. Hoe doe je dat? Vak, vak is nieuw vak. Dit is een naam, hè? Dus ik kan dit ook vak 01 noemen, of uh, stoelpoot, of uh, kopje koffie, of whatever. Dit is een naam, maar het lijkt natuurlijk logisch dat, het, dat je iets kiest wat heel dicht uh, bij, bij wat het is doet. Hij seurt hierover, want hier ben ik dus verplicht iets op te geven. Namelijk, want als ik dit ga doen, dan gaat hij dus hier een inzet van maken en dan gaat hij dit runnen. En hier ben ik verplicht twee dingen op te geven, dus hij zegt ja, dat is wel leuk dat je dit gaat doen, maar je moet wel deze twee dingen opgeven. Dus we noemen dat uh... Uh, het project en dan komma en dan hoeveel punten kon je daar verhalen 12. Dus nu creëer ik een object die de naam vak heeft, dus dat is de verwijzing naar het object. Zodra ga, zo ga je van dezelfde bouwtekening allerlei verschillende objecten maken. Hoe weet je nou welk object je moet hebben? Nou, die hebben allemaal een unieke naam. Die mag je zelf bedenken. Die staat hier. Vak. Dus zo heb ik hem gedaan. Je kan ook wat anders doen. Hè? Dus ik, wat ik hier dus doe, ik maak een object. Ik vul meteen die bovenste twee uh, dingen. Nou moet ik alleen de... de hoe heet dat nog doen? De cijferen. Dus als ik dan zeg van vak. Kijk, hier zie je dus alles wat je ziet. Hè. Dit is het van het object. Zet cijfer. Nou, uh, 8,5. Geef ik erop. En nu heb ik dus gevuld en nu kan ik zeggen. Heb ik het nou uh, gehaalde punten, ja of nee? Dat kan ik dus nu opvragen. Dus ik kan nu zeggen. Gehaalde punten. Hier komt dus terug. In dit geval zie je waarschijnlijk 12. Um, en als ik hier een 1 van maak of een 4 dan komt er 0 terug. Dit komt hier uit, maar ik doe hier nog eigenlijk niks mee, maar het zou fijn zijn als ik dat gewoon even op het scherm print. Dus ik doe een system out print. En ik print gewoon wat dit wat hier uitkomt. Nou, even kijken of het werkt. Altijd fijn. Zie je? 12. Als ik hier dus nu een 2,5 van zou maken, dan krijg ik als het goed is 0 terug. Zie je, heb ik 0 punten. Nou, normaal zit je hier een mooie tekst bij, u heeft zoveel punten gehad, bla, bla, bla. Maar het gaat even in het filmpje alleen om het ideeën. Wat ik zou kunnen doen, ik zou dit natuurlijk ook gewoon kunnen herhalen. Ik zou gewoon nog een keer dat ob een object kunnen maken van dezelfde ontwerp. Die mag ik dan alleen geen uh, vak noemen, want die heb ik al gebruikt. Dat doe ik uh, vak 1 of zo. Uh. Programming. Daar kon je drie punten voor halen. En ik kan dus van vak 1. set cijfer. Daar, daar was ik niet zo goed in, dus heb ik een 4 voor gehaald. En als ik dan. van vak 1 zeg ik heb het gehaald. Kijk, nu heb ik dus eigenlijk twee keer een object gemaakt. van dezelfde bron. van dezelfde. Uh, class file, maar ze zijn wel gevuld met iets anders. De ene is gevuld met dit en de andere is gevuld met dit. Dus het zijn wel eigen unieke objecten, maar ze hebben wel allemaal dezelfde bron. Ze doen hetzelfde, kijk, 12.0 zie je, het zijn eigenlijk, dus ze hebben allemaal hun eigen dingetje, maar ik, ik heb in de herkansing een 8 gehaald. Dan zie je dat ik 12 en 3 krijg. Dus dit object is hetzelfde ontwerp. Als dit object. Alleen dit is gevuld met Fastio Sitebeeld en 12, en dit is gevuld met Programming 3. Dat zijn dus losse dingen. Nou, zo maak je dus een object. En dit is eigenlijk de opdracht die je in de, als op BSA Monitor versie 1 moet doen. Volgende keer gaan we hem helemaal maken en dan komen we nog een keer terug, want dan gaan we, ook dit public, dan gaan we hier public en private introduceren, maar dat komt de volgende keer.